eet het, drink het, smeer het. En dan ga je vanzelf doorhebben van, jawel, dit is heel belangrijk. Door olijfolie hoef ik eigenlijk geen zorgverzekering meer af te sluiten. Hoi, welkom. Dankjewel, dankjewel. After you. Is goed. Mijn naam is Jawed Essoufi, cabaretier Rotterdam en dit is mijn Faiz interview. Ik zou wel naar de jaren 60 willen gaan, man. Ja. Ik zou ook weer eventjes dan een doorraadje maken bij jaren 90. Even voor het eerst die aflevering terugkijken van Dragon Ball Z toen Frieza Noki ging. Die zou ik wel eventjes willen voelen, zeg maar weer. Dragon Ball Z was de movement toch? Dragon Ball Z begon om 4:10. 4:00 was ik uit. Ik trok een sprintje. Ik trok niet eens mijn jas aan. Ik had mijn jas gewoon vastgehouden. Sprintje trekken naar huis. En dan proberen, zeg maar, de macht te krijgen over de afstandsbediening. Want er zijn nog 7 andere concurrenten thuis. Eeuw, en dan Dragon Ball Z kijken, man. Dat was echt lauwe tekenfilm, man. Die was echt gewoon. Dat was toen, was met die Spirit Brown volgens mij. Dat de hele tijd zo. Ging die krachten halen van alle dieren, insecten, mooi maar alles. Iedereen hielp hem. En toen gaf hij Frieza, zeg maar. Ja, dat was wel lauw, man. Ik was jong, man. Ik was 8 jaar of zo. Het waren mooie tijden, man. Nee, iedereen is welkom, man. Ja, hoe meer dua, hoe beter. Iedereen. Ik hoop dat heel veel mensen komen. Hoe meer mensen op je begrafenis, hoe meer smeekbedes er gedaan kunnen worden. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Kijk, we zijn zondaren en we hopen natuurlijk op vergiffenis. En hoe meer mensen om die vergiffenis vragen, hoe groter de kans dat die vergiffenis wordt verleend, zeg maar. Snap je? En dat is echt allemaal voor het hiernamaals. Er zijn zoveel mogelijk mensen welkom. Ik gebruik zitzitoon, olijfolie. Dat is ook een beautyproduct. Is goed voor alles, man. Voor alles. Voor je huid. Voor gewoon vitaliteit, energie. Ook goed om gewoon te eten. Gewoon over je brood heen of tussen eieren. Gewoon alles. Zitzitoon is gewoon de movement, man. Je moet het begrijpen. Je moet het begrijpen. Je moet erin geloven. Je moet het ook gebruiken. Eet het, drink het, smeer het. En dan ga je vanzelf doorhebben van, jawel, dit is heel belangrijk. Door olijfolie hoef ik eigenlijk geen zorgverzekering meer af te sluiten. Ezel en paard. Ezel en paard, jawel. Moet ik zeggen waarom? Kijk, ezel heeft veel geduld, is strijder, krachtvaag, klappen, maar gaat gewoon door. En paard is gewoon lauw dier. Het is gewoon paard, die zit zo hoog. Hij stijgert, galopperen. Je weet toch, strijders die hebben op paarden gestreden en zo, begrijp je? Dat is lauw. En dan in combinatie met geduld van ezel. Ja toch? Gewoon dan maakt zo'n een lauw geluid zo. Zie je zo rennen? Lekker man. Ik hou van paarden man. Ik klink nou een beetje gestoord nu. Maar ik vind paarden echt mooie dieren man. En ezels heb ik gewoon heel veel respect voor. Dus eigenlijk bijna een compliment als iemand een ezel wordt genoemd. Dus je zou eigenlijk dit als huisdier. Donkey horse. Donkey horse. What do you have at home? I have a donkey horse. Is het gelauw als iemand dat zegt? Ja, maar jullie stellen zulke vragen aan, Mathilde. Dan krijgen ze zulke antwoorden. Weet je wat ik zou willen doen? Ik zou naar de vliegtuigcockpit gaan van Ryanair onderweg naar Marokko. Ik wil gewoon weten waar ze het over hebben. Wanneer we net geland zijn en dat hij nog zegt van please keep seated. Dat zeg maar meer dan de helft toch opstaat. Kijk wat ze dan zeggen en wat ze dan doen. Gewoon die van Ryanair, Eindhoven Oujda. Ik ben daar gewoon benieuwd naar, omdat ik die vaak heb gepakt. Ik denk dat heel veel die zeg maar kunnen relaten met mij nu. Ik denk dat iedereen benieuwd is hiernaar. Alle Marokkanen zijn hier benieuwd naar, ik weet zeker. Misschien zijn ze nooit bij stilgestaan, maar als er een video is online en er staat this is how pilots react to people who are going to Morocco when they are being asked to keep seated. Iedereen klikt. Ja. Zie je? Ik zei het je toch. Even kijken, een paar dagen geleden, mijn vrouw. Ja.
toen was Carré aangekondigd. En omdat ik ga voor het eerst in Carré spelen in februari. En toen zei ze van, ja, echt vet man, ik ben echt trots op jou dat je dat hebt geflikt. Ja, hij is gewoon relaxed toch? Ik zeg haar, dankjewel man. ja, is toch leuk om te horen. En maakt het voor jou uit wie dan zegt dat diegene trots is op jou? Nee, maakt mij niet uit man. Nee. In die zin, het is niet heel belangrijk wie het zegt, maar het is belangrijk dat het wordt gezegd, zeg maar. Ben je trots op jezelf? Ja, jawel. Zeker. Je kan trots zijn op alles, zeg maar. Op verschillende dingen. Je hoeft niet per se iets te hebben bereikt of iets gedaan te hebben of zoveel te hebben om trots te zijn op jezelf. Nee. Als jij een glimlach kan bezorgen bij iemand, dan vind ik dat je daar ook trots op kan zijn. Als jij gewoon een fijn iemand bent met fijne energie, dat mensen zich veilig voelen bij je, dan mag je trots zijn op jezelf, dat jij die energie hebt. Het is een beetje hetzelfde als gelukkig zijn, toch? Dat je gewoon gelukkig bent. En wanneer ben je gelukkig? Jij bepaalt zelf wanneer jij iets als succes ziet of niet. Succes is niet pas wanneer je zoveel geld hebt of zo'n huis hebt of zo'n auto hebt. Nee, dat ik überhaupt kan zien of kan ruiken of kan lopen of kan horen, dat zijn allemaal successen.